Welkom allemaal bij de live voorlichting voor het isolatietraject. Onze excuses, we zijn live, dus er waren wat technische problemen. Gelukkig zien we dat jullie allemaal toch aangesloten zijn, dus kunnen we mooi van start gaan. Mijn naam is Marjan Steneke en ik ben werkgeversadviseur bij het UWV. Ik neem jullie vandaag samen met mijn twee gasten mee door het traject. De twee gasten die we vandaag hebben zijn Erik Bats van Bandit Isolatietechniek en Bert Hoekstra van het OOI. En mijn collega Marije staat hier naast mij. Die gaat de chat bijhouden. Ja, dat klopt helemaal. Ik ga de chat voor je vragen voor jullie bijhouden. En ik stel de vragen hier in de studio. Dus alles wat je wil vragen, stel ze vooral aan mij. Ja? Wat wil jij? Ja. Nou, wie zijn we? Even heel kort. Wij zijn van Kansrijk Beroep. En wij zijn een samenwerking van gemeentes, het UWV en andere SW-bedrijven in de regio Groningen en Noord-Drenthe. We zoeken de samenwerking hierin op met verschillende onderwijsinstellingen, bedrijven en werkgevers. Nou, we nemen jullie eerst nu even mee naar de vlog. Waarschijnlijk hebben heel veel van jullie die al gezien, maar we willen hem toch nog even een keer aan jullie laten zien.
Nou, dat was een leuk filmpje. Wat wij ons natuurlijk afvragen in de studio. Wat is dit een beetje wat jullie erbij verwachten? Daarom zet ik even een poll aan voor jullie. En dan krijgen jullie even 20 seconden van mij om een antwoord te geven. Van, is dit wat jullie hadden verwacht van de installatiemonteur utiliteit? Hij komt hieronder in beeld. Ik zie de eerste reacties al binnenkomen. Het is nog 10 seconden, jongens. We moeten snel reageren. Ja, de laatste 5 seconden gaan nu in. En eigenlijk zie ik dat iedereen al wist wat het eigenlijk wat de installatiemonteur utiliteit is. Nou, dat is mooi. Ja, toch? Ja, dat is een heel mooie start. Ik denk dat we nu mooi verder kunnen met de presentatie van Bandit. Oké, dankjewel Marije. Ja, blij verrast inderdaad, moet ik zeggen. Want heel vaak als ik aan mensen vraag, als ik zeg isolatie, wat denk je dan aan? Dan zeggen de meeste mensen van spouwmuurisolatie of dakisolatie. Ze denken vaak aan isolatie aan hun eigen huis. En dat is eigenlijk het enige op het gebied van isolatie wat wij niet doen. Maar goed, dat ga ik zo meteen nog uitgebreid vertellen. Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Erik Bats. Ik ben mede-eigenaar van Bandit Isolatietechniek. Fijn dat jullie allemaal kijken. En met name de mensen die live kijken nu, dank voor jullie geduld. Want er zat even wat vertraging op de lijn. Maar we zijn nu gelukkig helemaal los. Ik ga jullie in kort even iets vertellen over het bedrijf Bandit Isolatietechniek. Ik laat even het logo in beeld zien nu. Hier zie je het. Ik ga nu een stapje te ver, even één terug. Ja. Bandit, we bestaan sinds 1997. Ik heb vanmorgen eventjes teruggezocht. En ik kwam erachter dat ik deze maand precies 31 jaar in het isolatievak zit. Dus dat is best wel een hele lange tijd. Ik heb eerst gewerkt bij een isolatiebedrijf als werkvoorbereider, als commercieel medewerker. En na 8 jaar, ja, ik had wat ambities en wat ideeën. En ik kon het daar niet echt kwijt. Dus ik ben na 8 jaar voor mezelf begonnen, samen met mijn huidige compagnon. En wij zijn Bandit gestart in 1997. Nou, heel veel mensen hebben ons in het verleden gevraagd van, ja, die naam Bandit, waar staat dat nou eigenlijk voor? Nou ja, het laat zich wel een beetje raden. Die B, dat is mijn naam, Bats. En de D is van Davies, mijn compagnon. Dus het is eigenlijk Bats en Davies isolatietechniek. Daar staat het voor. Nou, in 1997 gestart dus. We bestaan over 2 jaar 25 jaar. Hopelijk mag ik dat ook meemaken. Ik ga jullie in het kort even vertellen wat wij doen, zonder inhoudelijk al te diep erop in te gaan. We hebben straks ook nog iemand van het OOI die daar wat uitgebreide dingen over kan vertellen. Hier zie je ons pand in Groningen. We zijn gevestigd aan het Skagerrak. Dat is op bedrijventerrein Eemspoort. Het bedrijf hebben we in 2005 laten bouwen. Nou, hier zul je als isolatiemonteur niet zo heel erg vaak komen, want ja, het werk gebeurt uiteraard op locatie, op de projecten. Maar goed, af en toe hebben we wel een bespreking of een vergadering. Of dat je misschien een monteur moet oppikken hier bij de zaak. Of iets moet ophalen uit het magazijn of uit de werkplaats. Skagerrak nummer 10 dus. Daar zitten we dus sinds 2005. Zoals ik net al zei, heel veel mensen denken aan hun eigen woning als ze denken aan isolatie. Nou, dat doen wij dus helemaal niks eigenlijk in de woningbouw. Wij zijn eigenlijk actief in 3 sectoren. We zijn actief in de scheepsbouw, industrie en utiliteitsbouw. Nou, waar dit verhaal over gaat vandaag is de sector utiliteitsbouw, dus isolatiemonteur utiliteit. Toch laat ik je nog even zien wat wij doen in de andere sectoren. Scheepsbouw, nou dan moet je denken aan de coasters die hier in Groningen gebouwd worden. Je ziet hier een gedeelte van een machinekamer. Volgens mij zijn dat de hulpmotoren die je daar ziet. Nou, er komen allerlei leidingen uit, thermische olie, brandstofleidingen, maar ook de uitlaatleidingen die worden door ons geïsoleerd en voorzien van een mantel, dat kan plaatwerk zijn of hittebestendige doek. Nou, hier zie je bijvoorbeeld dat doek, dat zijn eigenlijk een soort matrassen, isolatiematrassen die wij zelf maken in onze werkplaats en die aan boord van schepen gemonteerd worden. Nou, hier zie je ze ook de schacht ingaan en hier zie je ook dat de wanden, dus de spanten zeg maar van de scheepshuid ook geïsoleerd worden. Met, ja, je ziet het allemaal een beetje zilverkleurig. Ja, het is eigenlijk een soort tape wat omheen zit. Een soort kassering. Dus je ziet eigenlijk weinig van de wol zelf, wat er aangebracht is, de steenwol. Nou, industrie. Hier zie je een foto van AVB in Ter Apelkanaal. Dat is een aardappelzetmeelfabriek. Rechts zie je daar een grote poedertoren staan. Die hebben wij, nou, ik denk al wel 1 jaar of 20 geleden geïsoleerd. Dus altijd toch een beetje, ja, een trots van ons dit plaatje, want het was eigenlijk onze eerste hele grote industrieklus die we gedaan hebben. Je ziet daar ook voornamelijk de aluminiumbeplating aan de buitenkant. Nou, je ziet een kanaal daar uitlopen, een luchtkanaal, die hebben we geïsoleerd. En om even aan te geven hoe groot het is, daar zie je mij op het bordes staan in de verte.
Dus dit was 20 jaar geleden, zeg maar, onze eerste industrieklus. Nou ja, als je denkt aan industrie, dan denk je natuurlijk ook aan het chemiepark in Delfzijl. Probeer ik nu even te laten zien, alleen maar. Ja, daar gaan we. Over het algemeen natuurlijk allemaal plaatwerk wat je ziet. Dat moet natuurlijk ook een beetje esthetisch uitzien. Dus eigenlijk is isolatie ook een beetje het visitekaartje van een plant in dit geval. Dan de utiliteitsbouw, waar we het dus voornamelijk over hebben vandaag. Hier zie je de nieuwbouw, misschien herken je het, in Scheemda van het Ommelanden ziekenhuis. Toen nog in aanbouw, nou hebben we heel veel gedaan op dat project. Dit is ook herkenbaar, denk ik, voor veel Groningers. Het Groninger Forum in de binnenstad van Groningen. Dat er inmiddels zo uitziet. Nou, daar hebben wij ook veel gedaan. Veel luchtkanalen voornamelijk geïsoleerd. Leidingwerk en brandwerende doorvoeringen. Dat zijn dus de drie sectoren waar wij actief zijn. Ik zie nog een plaatje. Oh, wacht. Dit is het project wat je ook terugzag in het filmpje daarnet. Dat is Bioscience hier op het Zernikenpark in Groningen. Nou, dan zie je ook onze monteur aan het werk. Niet helemaal een goed voorbeeld dit, want die man moet natuurlijk officieel zijn helm op hebben. En misschien andere beschermingsmiddelen. Maar goed, dat is even voor de fotograaf even een mooi plaatje zo. Dit is onze collega Jan druk aan het werk. Hier zie je nog een ander leuk project dat we onlangs hebben gescoord. Dat is de nieuwbouw van het Veringa gebouw. Dat is een universiteitsgebouw dat de komende jaren wordt gebouwd. Dat is een klus van ongeveer 4 jaar. Dus het is net een beetje de grond uit. Wij gaan waarschijnlijk januari daar beginnen met de isolatiewerkzaamheden. Veel luchtkanalen en het leidingtracé wordt daar door ons geïsoleerd. En dan moet het uiteindelijk... Even kijken, dit is ook een stukje van de aanbouw van de fundering. Dan moet het uiteindelijk moet het er zo uit gaan zien. Het is een manquette van het Veringa-complex. Een mooi prestigeproject voor ons ook. Dit is even een foto van onze werkplaats, van het gebouw wat ik in het begin liet zien. Hier wordt plaatwerk geprefab, zoals wij het noemen. Dus de ommanteling van isolatie wordt in onze werkplaats gemaakt. Je ziet hier aan de achterkant van de machine zie je een grote rol aluminium liggen. Dat is onze grondstof. Dat is een tonsrol. Er zit een ton aluminium op zo'n rol. En dat wordt dan afgewikkeld op de machine. Nou, de machine knipt het uit. Er worden segmenten geknipt, waar bochten van worden gemaakt, T-stukken, noem maar op. En meestal werken we met een man of 2, 3 in onze werkplaats. Het kan best zijn dat je daar ooit terechtkomt als isolatiemonteur. Dat je, vooral mensen die wat handig zijn en wat technisch inzicht hebben, die kunnen we goed gebruiken in onze werkplaats. Maar de kans is groter dat je voornamelijk op een bouw werkzaam zult zijn. Van wat ik net heb laten zien. Dit is dan hoe het uiteindelijk uitkomt te zien in de bouw. Aluminium in dit geval. Je ziet hier een bocht, een segmentbocht, die uitkomt op een T-stuk op een leiding. Nou, wat ik net al even zei in het filmpje, isolatiemonteur, het is een baan met toekomst. Waarom een baan met toekomst? Nou, we hebben het allemaal tegenwoordig over groen, over duurzaamheid. Nou, isolatie levert natuurlijk een hele belangrijke bijdrage. En dan heb ik het niet alleen over energiebesparing, maar ook over besparing van CO2-uitstoot. Vandaar dat isolatie eigenlijk altijd zal blijven bestaan, denk ik. 10 jaar geleden hebben we ook eens een keer een werving gehouden om met name jonge jongens van de scholen te krijgen. Dat is altijd heel lastig, want er zijn maar weinig mensen die voor techniek kiezen. En als ze dan voor techniek kiezen, dan kiezen ze vaak een heel sexy beroep. Automonteur bijvoorbeeld. Wij proberen natuurlijk ons isolatievak te laten zien. We hebben gedacht van ja, dan moeten we even goed leuk uitbeelden op social media. Stond toen eigenlijk een beetje nog in de kinderschoenen. We zeiden, nou, we gaan het een beetje over de top brengen, want isolatie is een mooi vak. Is een vak waar je ook goed geld kunt verdienen. En daar moeten we dan ook maar de nadruk op leggen. Ik weet niet, Marije, kun jij het filmpje starten? Jazeker kan ik dat even. Dan kun je daarna nog even iets over vertellen. Dan zetten we hem even aan.
Ja, wil je flink geld verdienen, kies dan voor het isolatievak. Ja, dat was natuurlijk even een trigger voor de jonge lui die van de scholen komen. En ik geloof dat het OI daarna ook overspoeld is met reacties. Maar goed, dat kan misschien Bert Hoekstra van het OI straks nog iets meer over vertellen. Nou, Marije, komen er al vragen binnen? Ja, zeker komen er vragen binnen. Ik heb de eerste vraag binnen van Danny. Danny vraagt namelijk, wordt er ook veel werk gedaan in de scheepsbouw? Zeker. Ik liet in het begin ook even iets zien, hè, over de scheepsbouw. Dat was booming business op een gegeven moment. Vooral in Groningen werden heel veel coasters gebouwd. Er waren werven bij, er werden wel 10 schepen per jaar gebouwd. Nou, dat is allemaal wat minder geworden. Je hebt ook 7 magere jaren, zeggen ze, in de scheepsbouw. We zitten nu een beetje in die 7 magere jaren. Dus er worden niet zo heel erg veel schepen meer gebouwd. Maar er zijn een paar werven waar wij, zeg maar, de vaste isoleren zijn. Waar we eigenlijk constant aan het werk blijven. En mag ik namen noemen? Of ik denk het wel, hè? Nissen Sander bijvoorbeeld, Koninklijke Nissen Sander en Bordevers Shipyards in Hogezand zijn toch wel 2 werven waar wij al sinds jaar en dag rustig kind aan huis zijn. Dus nog steeds veel scheepsbouw wat te doen. Mooi zo. En ik krijg ook een opmerking dat het tot nu toe wel heel erg duidelijk verhaal is. Dus dat is ook heel mooi om te horen. Mooi. Maar ik vroeg me natuurlijk ook nog even af, kende iedereen Bendit al? Voordat jij je presentatie gaf. Dus ik zet nog even de poll in. En die komt dus weer onder in het scherm. Dus jullie hebben weer 20 seconden om te antwoorden op deze vraag. Je mag eerlijk antwoorden, geloof ik. Ja, je mag eerlijk antwoorden. Oh, er wordt ook al geantwoord. Wow, het wisselt heel erg. Dus we wachten nog even die 10 seconden af. En we zien dat die hele tijd heen en weer gaat. Dus het wordt een spannende uitslag. Ja. En hij is af. En 56% van de mensen die kenden Bendit al. Okay. En de rest nog niet. Nou, sta ik hier niet helemaal voor niks dus. Nee, precies. Dat is wel duidelijk. En Leon die merkt dan wel weer op, ik zie jullie wel eens rondrijden door de provincie met een busje. Dat had ik verwacht inderdaad, want er rijden heel veel busjes van Bendit in onze provincie, ook ver daarbuiten trouwens. Misschien nog even goed om te vertellen dat we niet alleen maar in Groningen werken. Eigenlijk gaan onze klussen door het hele land. Maar zeg maar 90-95% zit boven de lijn Lelystad-Enschede. Er zijn ook veel mensen die vast op één plek zitten. Die zeggen, een schip bijvoorbeeld, wat je net noemt in de scheepsbouw. Die hebben elke dag gewoon hun werk op het schip. Dus die gaan op een fietsje gaan ze naar het werk, lekker dichtbij. Maar er zijn ook jongens die vinden dat helemaal niks. En die zeggen, ik ga liever gewoon wisselend naar allerlei klussen toe. En die rijden soms het hele land door. Daar krijg je namelijk ook meteen een vraag over. Is het een probleem dat ik geen rijbewijs heb? Dat hoeft geen probleem te zijn. Het is wel een pre als je wel een rijbewijs hebt. Dat spreekt voor zich natuurlijk. Dus ik zou zeggen, ga zo snel mogelijk met je rijbewijs aan de slag. Want het is gewoon niet handig dat je steeds afhankelijk moet zijn van je collega's. Want het gebeurt regelmatig dat je of alleen naar een klus toe rijdt waar je collega's al zijn, omdat ze toevallig uit een andere richting komen. Mm-hmm. Maar goed, vooral in het begin is er altijd wel een mouw aan te passen, dat je dus met een vaste collega mee kunt rijden. Alleen, wat ik al zei, handig om toch een rijbewijs te hebben. Uiteindelijk toch wel weer. En dan heb ik nog de laatste vraag voor nu eventjes. Is er ook een mogelijkheid om part-time te gaan werken? Dat is een goede vraag. Wel altijd een pijnlijke vraag voor ons. Omdat wat dat betreft al een vrij ouderwets bedrijf zijn. Niet alleen ons bedrijf, maar onze hele branche. Want het is vaak heel lastig om op bepaalde klussen te zeggen van, vanmiddag ben ik er niet hoor, want ik heb de vrijdagmiddag vrij, ik noem maar even iets. Mm-hmm. Dus we zijn er wel aan het kijken in ons bedrijf, hoe we dat kunnen gaan vormgeven, omdat het toch wel iets is wat wel leeft, ook met name bij jonge mensen. Ik kan me voorstellen, als je vader bent geworden, dat je misschien in die periode wat vaker thuis wilt zijn. Dat is altijd heel erg lastig voor ons, omdat je op verschillende projecten werkt met collega's. Maar het heeft wel onze aandacht, laat ik het zo zeggen. Maar we zijn er nog wat terughoudend in op dit moment. Dat snap ik helemaal. Ik denk dat we nu verder moeten eigenlijk met het traject uitleggen. Ja. Want ik zie al wat vragen daarover binnenkomen. Ja, super. Dus dat kun jij allemaal mooi vertellen. Ja, ga ik doen. Bedankt Erik voor de uitleg van Bendit. Want in dit traject ga je natuurlijk aan de slag voor Bendit isolatietechniek. Ik leg even kort uit hoe het traject eruit ziet. Marije, zou jij de sheet erbij kunnen halen? Yes. Nou, het traject is zo, hè, we hebben nu de voorlichting en hierna kun je aangeven, joh, ik vind dit interessant, dus ik wil me daarvoor aanmelden. Dan volgt er een gesprek met de werkgever en aan de hand daarvan gaan we kijken, joh, wie is er geschikt om te starten in het traject. Het traject houdt in dat je 3 weken meeloopt met de ervaren isolatiemonteurs. Hè, dat is dan even kijken naar welke locatie je gaat, maar je loopt 3 weken mee. En dan is er even een tussenevaluatie om te kijken, joh,
past het van beide kanten. Hè, dus je gaat meelopen om zowel te laten zien wat kan jij. En Bandit kan kijken, joh, voldoe jij aan de eisen die wij zien voor een isolatiemotor. Na die 3 weken gaan we kijken, joh, hè, past het? En dan ga je in opleiding. En die opleiding, daar gaat Bert Hoekstra zo wat meer over vertellen. Maar dat zal een opleiding zijn van 1 week. En daarin leer je dus bepaalde onderdelen die je zou moeten kunnen als isolatiemonteur. Nou, na het afronden van die opleiding ga je dus bij een go van beide kanten aan de slag voor Bandit. Dus je krijgt een contract rechtstreeks bij Bandit. En dit is een contract van minimaal 6 maanden. En wat Erik net ook al aangaf, joh, bij voorkeur fulltime. Maar goed, dat is even per persoon kijken hoe we dat dan kunnen inrichten. Even naar de volgende sheet. Dus nog even kort het profiel isolatiemonteur. Hè. We hebben dit traject natuurlijk opgezet om mensen om te scholen. Want we weten dat de ervaren isolatiemonteurs niet beschikbaar zijn. Wat we hebben gezegd, even een aantal punten wat belangrijk is. Je hebt wel technische affiniteit. Of je dat nou in je verleden hebt gedaan of in je vrije tijd. Ben je in je hobby veel aan het klussen? Dat is gewoon mooi meegenomen. Om aan de slag te gaan op de projecten moet je een VCA hebben. Dus het zou mooi zijn als je die al hebt. Mocht je die niet hebben, dan moeten we die dus van tevoren halen. Nog wel even een goeie. Dit is ook te doen via Kansrijk Beroep. Op Kansrijk Beroep kun je dus de training volgen. En dan zou je dus alleen nog het examen moeten afleggen. Verder gaf Erik net ook al aan. Een rijbewijs is wel gewoon heel handig. Bij voorkeur wel. Omdat je anders inderdaad afhankelijk bent van collega's. En wat ook wel even belangrijk is, is dat je je goed verstaanbaar moet kunnen maken. En dit heeft ook te maken met bijvoorbeeld veiligheidsinstructies op projecten. En als laatste, je moet wel echt gemotiveerd zijn om jezelf te ontwikkelen. Wat we zeiden, we bieden dit traject aan. Maar goed, je moet wel echt stappen maken binnen het traject. Dan gaan we door naar Marije. Volgens mij een leuke poll. Ja, want ik ben eigenlijk wel benieuwd, hebben jullie je VCA al? Dus ik start de poll nog eventjes weer. Start ik weer eventjes in. Dus hier hebben we weer 20 seconden om te reageren. En hij komt hier weer onderaan. Dus ik ben benieuwd. Oh, de eerste mensen reageren ook al. En het loopt een beetje, ook weer een beetje 50-50. Oké. Okay. Ja. Ja, spannend is dat altijd dan, hè? Ja, ik ben benieuwd wat eruit komt. De laatste seconde. En 38, hij flipt nog net in mijn beeld aan een ander percentage. 41% van de mensen die heeft al een VCA. Oké, nou dat is dus mooi. Als je VCA hebt, dan kan je dus direct aan de slag op de projecten. Mocht je hem dus nog niet hebben, dan is het wel belangrijk dat we dat van tevoren gaan regelen. Ik geef het woord nu graag aan Bert van het OOI. En hij gaat jullie wat meer vertellen over het opleidingstraject. Welkom. Nou, inderdaad, mijn naam is Bert Hoekstra. Ik ben docent en opleidingsadviseur bij de Stichting AOI. Onze hoofdlocatie zit in Woerden. Maar dat houdt niet in dat wij alleen maar opereren vanuit Woerden. We zijn gewoon landelijk dekkend. En desnoods komen we gewoon naar jullie toe. Dus dat is nooit het probleem. Ik ga jullie proberen een beetje aan de hand te nemen van het isolatievak. Erik heeft al wat laten zien. Ik probeer er iets dieper op in te gaan om jullie wat informatie mee te geven. Ja, waar ga je dan exact mee werken en wat kom je zoal tegen? En wat kun je daarmee gaan doen? Want het is tenslotte wel fijn dat je wat handen en voeten krijgt om te kunnen werken met het product. Dat je niet helemaal groen als gras binnenstapt. De hoofdmoot wat jullie gaan doen, heb ik begrepen, is de utiliteitsbouw. Dus ik ga me ook even richten op de utiliteitsbouw in de industrie. Laten we even varen voor wat het is. Op het eerste plaatje zien jullie hier een prachtig mooi glimmend kanaal. En hier nogmaals prachtig mooie glimmende leidingen. Je ziet er prachtig uit, maar eigenlijk waar het om gaat is datgene wat eronder zit. En dat is juist van wezenlijk belang, waar we in ieder geval de meeste aandacht met jullie aan gaan besteden. Laten we dan beginnen met de vraag, waarom gaan we isoleren? Nou, dat kan om diverse redenen zijn. In ieder geval om energie te besparen. En hoe moet je dat voor je zien? Nou, heb je een leiding die behoorlijk heet is, of kijk in je eigen woonkamer, de leiding van de cv, doe je daar niks aan, je isoleert hem niet, dan is jouw leiding, is de zaak ook gelijk jouw straalkacheltje. Daar gaat heel veel energie mee verloren. Hebben we dat in ons vakgebied, in de utiliteit, hebben we een leiding van zeg maar 30 meter lang, dan wil ik graag dat hij in het begin en het eind nog steeds dezelfde temperatuur heeft, of in ieder geval nagenoeg dezelfde temperatuur heeft. Hoe gaan we dat voorkomen? Door dat met de juiste isolatie te isoleren. En dat is niet zomaar wat, dan moeten berekeningen volgen
gemaakt worden. Van ja, hoe dik moet ik dan isoleren, et cetera. Nou, daar hoef je als isolatiemonteur gelukkig niet druk om te maken. Er zitten mensen voor het kantoor die dat kunnen berekenen. Maar het is wel van belang dat jij wel de kennis hebt van, ja, ik doe dit wel, maar is dit wel de juiste isolatie die ik hier gebruik? Goed werkend productieproces, dat zou kunnen zijn wanneer door die leiding een medium loopt. Bijvoorbeeld ruwe olie, dat moet getransporteerd worden. En dat is van zichzelf al vrij dik. Als dat te veel afkoelt, zal het nog veel dikker worden. Dus ik wil ook dat proces zo lang mogelijk in werking houden. Condensvorming. Op het moment dat mijn leiding gaat condenseren, ja, dan krijg ik heel veel vocht op mijn leiding. Dat houdt in dat ik ook misschien wel lekkage in het plafond krijg, maar ik krijg ook corrosie op mijn leidingen. Dus dat wil ik voorkomen, die condensvorming. Maar we isoleren ook om heel veel lawaai te voorkomen. Je ziet vaak, nou, loop maar door de Mediamarkt of de IKEA, jullie allemaal bekend. Je kijkt naar het plafond. Tenminste, ik als ja, een beetje werkgek loop altijd met mijn hoofd en mijn nek naar boven te kijken van hoe is het hier allemaal geïsoleerd. Er lopen heel veel luchtkanalen. Gaat lucht met heel veel snelheid door een kanaal heen, dan kan dat behoorlijk wat lawaai gaan creëren. Door middel van geluidsisolatie kunnen wij dat geluid voorkomen. Ook in flatgebouwen, rioleringsafvoeren, alles wordt geïsoleerd om lawaai te voorkomen. En natuurlijk een hele belangrijke vorm van isoleren is brandbescherming. Daarmee kun je als isolatiemonteur letterlijk levens redden. Dus dat is echt een hele serieuze tak. Even meespieken hoor. Waarmee isoleren? Wat voor materialen gebruiken we nou zoal voor isolatie? Nou, dat kan zijn minerale wol. Onder minerale wol versta ik dan bijvoorbeeld steenwol of glaswol. Ga ik later nog eventjes benadrukken. Het kan ook een kunststof zijn, een pirschuim, een hardschuim. Jullie kennen misschien vanuit de bouw wel het pirschuim. Nou, dit is enigszins vergelijkbaar, alleen qua rookontwikkeling en veiligheid is dit een beter ontwikkeld schuim wat wij gebruiken. En we kennen nog een elastomeer of een polymeer. Dat is een beetje een rubberachtig materiaal wat heel veel gebruikt wordt in de utiliteit. Maar als we geïsoleerd hebben, dan moeten we ook de isolatie moeten we beschermen. En dat kan met diverse soorten plaatmateriaal. Dat kan zijn een plaat van aluminium, het kan RVS zijn, wat veel gebruikt wordt in de voedingsindustrie, om het goed schoon te kunnen houden. Het kan gegalvaniseerd staalplaat zijn, of het kan ook een kunststoffolie zijn, oftewel een isogene pak. Nou, hier zien jullie een voorbeeld van een steenwol, hoe dat eruit ziet. Dat is leverbaar in schalen en in vlakke deken. Gaasdeken, lamellendeken, diverse vormen. Het kan zijn met aluminiumfolie, zonder aluminiumfolie. De voorkeur ligt algemeen wel om het te gebruiken met aluminiumfolie, want ja, dan creëer je toch wat minder stof. Het is een schone werken. Ja, voor zover je er last van hebt, het geeft wat minder irritatie. Steenwol heeft een behoorlijk hoog temperatuursbereik. Het heeft een bereik van plus 20 tot ongeveer 750 graden Celsius. En steenwol wordt gemaakt van diabaas, oftewel een lava gesteente. Dat wordt gesmolten, dat wordt eigenlijk onder hoge druk door zeg maar een soort douchekop gespoten. En daardoor ontstaan vezeltjes en daarvan maken wij dan weer ons steenwolproduct. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor glaswol. Glaswol is vergelijkbaar met steenwol, alleen het maximum temperatuursbereik ligt wat lager. Dat komt doordat glaswol wordt gemaakt van gemalen glas. En het smeltpunt van glas ligt weer wat lager dan het smeltpunt van steen. Dus ongeveer tot 500 graden kun je dit product gebruiken. Het temperatuursbereik is belangrijk, maar ook het totale gewicht. Erik gaf al aan, ze doen ook veel in de scheepsbouw. Wat in de scheepsbouw belangrijk is, is dat er zo min mogelijk gewicht in het schip gaat. Want hoe minder gewicht, hoe meer er mee kan aan massa of aan mensen, in het geval van een cruiseschip. Dus in dat geval, glaswol is veel lichter dan steenwol, alleen de brandwaarde van glas ligt wat minder hoog. Dus er zijn een aantal fabrikanten die hebben een mengelmoes van gemaakt. En die hebben een glas en een steenwol samen gepest en samen gefabriceerd. Waarmee je een laag gewicht hebt en toch een heel hoog temperatuursbereik kan benaderen. Ook dat soort producten zullen wij met jullie behandelen en zullen ook mee aan de slag gaan en vormstukken van gaan maken. Hier zien jullie de elastomeer. Ook elastomeer is leverbaar in slangen en in vlakke plaat. Slangen worden vaak gebruikt, want bij leidingen van wat kleinere dia worden de diameters te groot. Dan gaan we over in vlakke plaat.
waarbij je toch al snel uitkomt op het maken van uitslagen om bijvoorbeeld een bocht of een T-stuk te kunnen maken van vlakke plaat. Dus dan is het toch wel handig dat je hiervan wat kennis hebt van ja, hoe ga ik dat nou doen? Want simpelweg eromheen vouwen, kan ik je wel melden, dat gaat echt niet passen. Dan zie je ook nog hetzelfde materiaal en dan blauw van kleur. Het is eigenlijk hetzelfde product, alleen het is wat anders samengesteld en valt in een gunstige brandklasse. Het is wat kostbaarder, maar de verwerking is eigenlijk gelijk. Alleen het valt in brandklasse S1, zoals wij dat noemen. Dus dat houdt in dat dit nagenoeg geen rookontwikkeling heeft bij brand. Nou, hier zien jullie een mooi voorbeeld van bijvoorbeeld een technische ruimte die geïsoleerd is met een elastomeer. Dat ziet er fantastisch uit en ik vind ook altijd, zeg altijd mijn leerlingen, als je dit hebt gemaakt, dan mag je met volle trots mag je gewoon de naam je naam erop zetten. Want ja, als je dit hebt geleverd, dan ben je echt een vakman. En het ziet er ook prachtig mooi uit, vind ik tenminste als isolatiedebiel, zeg maar. We kennen ook nog polyethyleen. Plat gezegd, ik mag het misschien niet zo uitspreken, maar het gamma-slangetje is het product wat je snel vindt in de bouwmarkt. Het is wat minder makkelijk en goed te verwerken. Het is wat lastiger samen te plakken. Gelukkig kennen we het ook als zelfklevend. Dus dan zit er een plakstrip in om het samen te voegen dat het bij elkaar blijft. Maar het is wat stugger en wat minder goed en makkelijk te vormen. Maar het wordt ook veel toegepast in koude isolatie. Beide producten hebben een temperatuursbereik van min 40 tot plus 100. Dus min 40, dat is al een behoorlijk kritisch gebied als je daarin zit. We kennen nog koudere temperaturen. We spreken dan over min 80, dan hebben we cryogene temperaturen. Dan moet het aan hele andere, strengere eisen gaan voldoen. Hier zie je nog een voorbeeld van polyethyleen, polymeer, geïsoleerd. Ik ga niet helemaal op details in, maar dan om zo'n vaatje te isoleren, dat is toch heel anders dan met een elastomeer. Hier een afbeelding van een matras. Wanneer gebruik je nou matrassen? Nou, matrassen worden meestal toegepast op moeilijke vormstukken, waar heel veel vormen of leidingen bij elkaar komen en het is lastig om die afzonderlijk te isoleren. Of je gebruikt ze op onderdelen die toegankelijk moeten zijn. Dat kunnen zijn bijvoorbeeld een afsluiter, oftewel noem het een kraan. Die kraan die heeft toch wel kans op lekkage door middel van de flensverbindingen die er zijn. Dus die moeten vaker gecontroleerd worden of de kraan zit helemaal onder de matras en die moet dus afgesloten worden. Dan is het toch wel fijn dat degene die daarbij moet die matras even eenvoudig kan loshalen en weer terug kan monteren. Nou, dat is in vogelvlucht eventjes de materialen die je zoal tegen kunt komen. Wat zijn nou de taken voor jou als isolatiemonteur? Wat proberen we jou nou in het isolatievak als een scholing bij te brengen? Nou, dat is het pasmaken van de isolatiematerialen. Een materiaal zoals een wolschaal is lang en stug en die wil geen kant op, dus die kun je niet maar zomaar in een bocht maken. Heb je een korte bocht, ja, dan zul je hem toch in onderdeeltjes, in taartpuntjes moeten maken. En dat moet wel exact aansluiten, want dat is juist essentieel in ons vak. Wij wilden geen naden en kieren hebben, want iedere naad en kier die in ons systeem zit, dat creëert een hotspot, oftewel energieverlies. Bij warmteisolatie is dat iets minder gevaarlijk, omdat ik alleen maar energieverlies. Maar doe je ook iets in koude isolatie, en ik heb daar een opening in zitten. Zoals jullie misschien weten, vanaf 0 graden loop ik al kans op condensvorming. Gaat mijn temperatuur eronder, dan gaat mijn water over in ijs. En water wat omgezet wordt in ijs, dat zet uit en maakt mijn systeem kapot. En dat gaat groeien. Op een gegeven moment heb ik niet een beetje ijs, ik heb gewoon een ijsberg aan mijn systeem hangen. Waardoor mijn hele systeem en isolatie geen functie meer heeft. Dus het is heel belangrijk dat je netjes en goed werkt en alles sluitend hebt. Heb je die vormstukken gemaakt, die moet ook gemonteerd worden. En daarna moet er ook nog iets omheen aan plaatwerk. Dat plaatwerk moet ook op maat gemaakt worden en moet je ook monteren. Maar het kan ook zijn dat je een klus krijgt dat juist het omgekeerde is. Je moet het demonteren, want men wil controleren hoe zit het met de situatie eronder. Hoe is mijn leidingwerk? Dan heb je een stop. En daarna moet je het oude plaatwerk weer terugzetten. Hier een voorbeeldje van een aantal isolatievormstukken. Linksbovenin. Het is iets wat moeilijk te zien misschien omdat de isolatie eroverheen zit, maar dat is het isoleren van een verloop.
Rechts daarvan zie je het plaatje met die keepjes erin. Dat is het begin van de isolatie over een verloop heen. Een verloop is een leidingverloop van een grote leiding naar een dunnere leiding. En dat moet wel op elkaar aansluiten. Dus dan moet je leren hoe maak ik een passend verloop zonder dat ik mijn isolatiedikte verlies. Linksonder, daar zien jullie een T-stuk wat gemaakt is. Ook daar weer, een T-stuk moet wel mooi sluitend zijn en mooi in dezelfde ronding lopen, in dezelfde dia van de doorgaande leiding. Ook dat is een vaardigheid, die moet je wel aanleren. Want je wil geen openingen hebben in die aansluiting en ik wil overal graag dezelfde isolatiedikte terugzien. Rechts daarvan zie je het maken van een bocht, in dit geval een bocht uit segmentjes. Heb je het geluk dat je het plaatwerk erbij hebt, dan kun je de isolatie langs het plaatwerk snijden en zal het perfect passen. Maar wij leren jou ook, op het moment dat het plaatwerk niet beschikbaar is, dat je toch deze bochtsegmentjes wel kunt maken. Hier zie je een voorbeeld van het plaatwerk. Linksboven een vat met daarop, wij noemen dat wel een bollenkop of een zeppelinkop. Die bestaat uit heel veel segmentjes. En dat is best een hele klus om dat te berekenen en te maken. En waar je overal rekening mee moet houden. Rechts daarvan zie je twee jongens bezig met het vaardigen van een vormstuk van een luchtkanaal. En dat is een vierkant op rond. Ik ga van een vierkant kanaal naar een rond kanaal. En ja, ook daar zie je heel veel lijntjes in zitten. Van hoe je dat tot één geheel kunt maken. Dan wil ik even terugkomen op de brandweerende doorvoeringen. Dit is echt van wezenlijk belang dat je hier echt 100% serieus mee omgaat. Als ik in een ruimte, als daar een brand ontstaat en ik heb daarnaast nog een ruimte en ik heb een brandweerende doorvoer gemaakt en daar zit toch een gaasje in, dan loop ik de kans dat mijn brand doorslaat naar de andere ruimte. En dat wil ik voorkomen. Dus ook dit moet 100% serieus aangepakt worden en goed dichtgemaakt worden met de materialen die daarvoor bestemd zijn. Jullie zien daar een witte pasta, dat is een soort latex saus lijkt het wel. Dat is een schuimende latex op het moment dat de brand komt en dan schuimt dat op, het zet uit en maakt de laatste openingetjes die er nog zijn, die schuimen dan ook nog dicht ter preventie. Hier nog een ander voorbeeld daarvan. Dit is links is een plaatje van een doorvoer in een vloer en rechts zie je nog een doorvoer naar buiten toe. Hiervoor moet je ook erkend brandapplicateur worden en zul je ook apart geschoold worden met een certificaat hiervoor. Dan kort nog eventjes de omstandigheden van de isolatiemonteur. Werk op hoogte. Ik vind hoogtevrees altijd een groot woord, maar ik vind respect voor hoogte vind ik wel belangrijk dat je dat hebt. Dat je geen rare capriolen gaat maken. Dus wees je wel op je hoede en bewust van waar je werkt en hoe je werkt. Het kan zijn dat je moet werken in besloten ruimtes. Gelukkig zijn de veiligheidsaspecten in ons vak dusdanig hoog. Moet je onder de grond, staat er altijd een collega bij het gat voor calamiteiten om je te waarschuwen of in de gaten te houden als er wat gebeurt. Maar je moet niet te veel claustrofobie hebben, want ja, werk in kleine ruimtes kan wel voorkomen. Middelzware lichamelijke inspanning. Nou, gelukkig volgens VCA mogen we niet te zwaar tillen tot 20 kilo. Dus de inspanning op zich valt wel mee. Het kan wel zijn dat je niet altijd in hele comfortabele houdingen ligt. Het is ook wel eens een kruip door, sluip door. Dus het is geen grote zware inspanning, maar wel een lichtelijke inspanning. Materialen waarmee werken zijn ook niet al te zwaar, niet al te groot. In het algemeen in je uppie prima te hanteren en te tillen. We hebben wel heel veel aandacht voor veiligheid, zeker in de industrie. Voordat je daardoor de poort komt, moet je poortinstructies volgen en veiligheidsfilmpjes zien. En ook in de utiliteit is zeker de veiligheid staat hoog in het vaandel. Want ja, we willen graag geen ongelukken. En dat willen we graag op 0% laten zoals het is. Dus hou je aan de veiligheidsvoorschriften. Handschoenen, helm, bril en daar waar nodig oorbescherming. Het werk is veel zelfstandig. Je bent veel... Nou, misschien wel veel alleen op pad of met een enkele collega een keer. Zelfstandig werken houdt dus ook in dat je heel veel vrijheid, maar ook heel veel verantwoordelijkheid hebt. Dus wees je daarvan bewust. Maar het is een hele leuke job. En ja, je kan het zo leuk maken als je wil. Ik zeg altijd maar, het leven is één groot feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. En dat is in ons vak eigenlijk niet anders.
En dat is eigenlijk even een hele korte vogelvlucht, mijn aandeel in dit traject. Mooi zo, want ik zag allemaal vragen binnenkomen terwijl je de presentatie gaf. Waaronder ook een vraag over de hoogtevrees, en die hebben we natuurlijk net gehad, dus dat is een hele bijpassende vraag. Dus iemand met hoogtevrees, die houdt niet van om hoger te zijn dan 6 meter. Is dat een probleem? Ik denk in overleg met de werkgever dat best iets mogelijk is, maar dat is dan, dat zou ik eerlijk aan moeten kijken. Maar... dus ik vind 6 meter vind ik nog een respectabele hoogte, dus tot op 6 meter zal er genoeg werk overblijven wat je wel kan uitvoeren. Maar het is dan wel belangrijk, geef het inderdaad wel aan en ga niet over je grenzen heen. Heb je inderdaad dat gevoel van, nou, dit is mij te hoog. Maak het wel bespreekbaar. Ja, en ik hoor net van Erik inderdaad tot 4 meter. Tot 4 meter ja. Wordt er gewerkt. Oh. Dus diegene kan mooi aan de slag. Ja. Zo. En wat voor materiaal wordt er dan het meest mee gewerkt? Het hangt een beetje van de opdracht af natuurlijk. Maar wat ik het meeste zie voorkomen in de utiliteit is toch wel het elastomeer. Het verlijmen van het rubberslangetje. Mm-hmm. Oké. En is het een probleem dat je geen eigen auto hebt? Voor mij niet. maar wat Erik ook al aangaf, het is prettig dat je zelfstandig kan verplaatsen, vervoeren. Mm-hmm. Het bedrijf heeft ook een aantal autootjes rijden. Ik denk wanneer je wat langer binnen het bedrijf bent, misschien dat je een auto ter beschikking kunt krijgen. Dat zijn allemaal mogelijkheden. Alleen dat is op dat moment een beetje toekomstmuziek. Dus een eigen auto is, ja. Het zou prettig zijn dat je dat op eigen manier kan vervoeren, maar lukt het niet, dan zal er altijd een oplossing voor zijn. Ja, dat snap ik helemaal. En ik denk een vraag van Marjen, want wanneer begint de opleiding eigenlijk? Nou, dat is dus wat we net hebben aangegeven. Je gaat dus 3 weken meelopen met de opdrachtgever, bij Bandit dus. En nou, we stemmen even af wanneer dat is, want eerst zullen natuurlijk de gesprekken moeten plaatsvinden. Dat doen we zo snel mogelijk. Dan ga je dus 3 weken meelopen en aansluitend is de week opleiding. En wat Bert al zei, we gaan even kijken of dat gewoon hier in de regio Groningen kan. Heeft wel onze voorkeur. En dan is het aansluitend, zeg maar. En nog wel even goed om te benoemen, die 3 weken meelopen en een week scholing is met behoud van uitkering. En daarna krijg je dus een contract bij Bandit. En zitten er ook kosten aan de opleiding, krijg ik ook nog binnen? Nee, de kosten die vergoeden wij vanuit verschillende subsidies die wij beschikbaar hebben. Mooi. En wat ik ook nog als vraag krijg, en daar ben ik ook wel benieuwd naar, zijn er doorgroeimogelijkheden uiteindelijk? Ja, die zijn er zeker. Het is natuurlijk net aan jezelf wat je ervan maakt. Maar je kan zeker doorgroeien in het isolatievak. Je kan scholen in specifieke vakgerichte cursussen. Maar daarna kun je ook doorgroeien. Dat leidt tot een persoonscertificering. Wij zijn druk bezig met het opzetten van de IMU, isolatiemonteur utiliteit, wat leidt tot een persoonscertificaat voor jouzelf. Je kan doorgroeien tot voorman, je kan doorgroeien tot werkvoorbereider en wellicht kun je de toekomst de zaak overnemen van Erik. Erik is ook ooit begonnen in dienst en die is ook een zelfstandig ondernemer geworden. Dus ja, je kan er heel veel in doen. Heel veel dus volmaken. De mogelijkheden zijn eigenlijk eindeloos. Mogelijkheden voldoende. Mooi zo. En wat er ook nog wordt gevraagd, uiteindelijk werken we natuurlijk veel individueel, maar in het begin, ga je dan wel samen met collega's op pad? Ja, absoluut. Je bent, als het goed is, word je gekoppeld aan een ervaren vakman, die jou in eerste instantie toch de kneepjes wat aanleert van het vak. Zodat je in ieder geval als volwaardig isolatiemonteur wel mee kan doen. Mm-hmm. En aansluitend daarna kom je natuurlijk bij ons en wij gaan jou... het vak leren zoals het ook vereist wordt door diverse fabrikanten. Omdat er zijn fabrikanten die kennen ook een garantplan. Dus die willen wel graag zien dat het product verwerkt wordt zoals zij het getest en ontwikkeld hebben. Maar je gaat altijd eerst mee met een ervaren vakman. Dus nooit met iemand die in dezelfde schoenen staat dan jij. Nee, nou dat is ook heel begrijpelijk. Ik heb nog een late vraag. Want wordt de VCA of het rijbewijs, wordt je ook vergoed door de werkgever? Nou, het rijbewijs niet. Ik weet wel dat de gemeente wel bijvoorbeeld mogelijkheden heeft, maar dat is even 1-op-1 afstemmen. VCA vergoeden we wel. Dus die worden allemaal vergoed? Ja, en zoals ik net al zei, via Kansrijk Beroep kun je dus online al de scholing doen. En dan is het alleen nog het examen afleggen. Ja, dat kan eigenlijk op heel veel locaties in Groningen.
Mooi zo. Dat waren eigenlijk alle vragen ook die ik binnen heb gekregen. Ik heb nog een paar opmerkingen gekregen dat het een hele goede uitleg was. Dat iemand het heel goed begrijpt. Dus ik denk dat we eigenlijk gewoon een mooie presentatie hebben kunnen geven. Ja. Volgens mij kunnen we gaan afsluiten. Ja, we kunnen afsluiten. Als jij nog even de sheet erbij wil pakken, want er staan hier de gegevens op. Nou ja, hoe nu verder hebben. Ik hoop dat jullie een duidelijk beeld hebben gekregen van Bandit. Want dan gaan jullie uiteindelijk aan de slag. En van het OOI, wat zij kunnen bieden qua scholing. Nou ja, wat even belangrijk is dat jullie voor vrijdag, dus voor aanstaande vrijdag, doorgeven of je door wil gaan met dit traject. Dat kan straks na afloop direct via het evaluatieformulier. Dan kun je direct aangeven van wel of niet. Of je wil het thuis nog even bespreken. En dan moet je het dus voor aanstaande vrijdag even naar mij mailen. Mijn mailadres staat in beeld. Dan nemen we zo spoedig mogelijk contact op om de gesprekken in te plannen. En dan kunnen we van slag met het traject. Mooi, mooi zo. Ik krijg nog wat meer vragen binnen. Die vragen worden allemaal nog achteraf geantwoord. We hebben straks ook een uitdraaitje. Dus als je nog persoonlijke vragen hebt, stuur ze gewoon ook even in de chat. Want de werkgever die pakt die nog op. Ja. Ja. Dan denk ik dat we mensen kunnen bedanken voor het kijken. Het evaluatieformulier komt straks in beeld. Ja. En vul die vooral in. Vul hem in en meld je dan aan inderdaad. Ja. Yes.